Goedemiddag. Hallo. Nee, kortjes, dat is voor die mensen die al zoveel jaren terug zitten. Oh, okay. Ik ben Alsema. Alsjeblieft. Dankjewel. Echt iemand die gelegen. Die heel donkere zonsverduistering in China. Gaan we zingen. Oké, 1, 2. Jona. Kom in de kot, jong. We gaan eten. En dansen. Binnen. Het is binnen, het is te laat. Je kunt hem best eten. Ja, wat. Hoeveel zou die wegen? Python Regulus. Koning Python. Kleintje, hè. Kun je ook strelen? Gaatjes. Ja, allee, gaatjes. Oren? Dat zijn zijn ogen, hè. Nee, dat is het. Ze eten gewoon niks meer. Schildpadjes aan het eten, schattig. Ga vooruit, hè. Dat snijd je zoals messen, hè. Njam, 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 njam. Dus de sla is niet interessant. Julieke is aan het eten. Voilà, zie. Ja, maar die komt naar boven, die springt dan allemaal. Dom van de springkaan. Ja, dat zijn tropische dieren, hè. Dus die... Dat is regenwoud, hè. Als je die een beetje pest en moeilijk maakt, van die witte belletjes op, zo een melkachtig gif. Twintig jaar Astorreizen kan ik jullie niet vertellen zonder te beginnen over een andere verjaardag die we dit jaar vieren. 20 jaar Urania Mobiel. Want daarmee is het allemaal gestart. En zo kwam de vraag om natuurlijk ook s'avonds sterren te laten kijken. En dan organiseerden wij sterrenavonden. Maar ja, als je in België naar de sterren wilt kijken s'avonds, dan moet je al chance hebben. En zo zijn we op zoek gegaan naar donkere bestemmingen. En zo begon het allemaal met een astroreis naar Tenerife. Dat was toen nog met Tenbel, een firma uit het Antwerpse, gesticht in der tijd door Michel Huygen. Daar moet je naar de sterren gaan kijken. Onze eerste reis naar Tenerife is een heel verhaal. Professor Dirk Kallebout, om toch eens even iets te vertellen over zijn ervaringen. Tenerife en de Canarische eilanden, dat is een vakantieoord. 360 dagen per jaar, een klare hemel. Dus op een van de namiddagen was dus een heel logische uitstap. En dat was op die berg, de Teide. En we werden daar vriendelijk ontvangen. We kregen daar een excellente maaltijd. En als het eten gedaan was, bam! Mag dat je hier weg bent, of anders zit je hier 3 dagen vast, want het is aan het sneeuwen. Ja, hij moest dus rijden met dikke sneeuwvlokken op zijn voorruit. Die buschauffeur, die zal ons vervloekt hebben. Ik zeg het nog eens, 360 keer op een jaar een klare hemel, maar niet met een deze. 1998 vanuit het Caribische eiland Guadeloupe, de Franse Antillen. En daar zijn we naartoe getrokken en dat werd dan onze eerste eclipsreis. We hadden toen gelijktijdig een viertal reizen, een groep in Fécamp, een groep in Düsseldorf, een groep in Hongarije en een groep in Turkije. Eclipsreizen waren daarmee goed van start gegaan. En een nieuw initiatief was eigenlijk het inrichten van reisseminars. En dat werd een eerste filosofiereis naar Creta in 1999. En als je zo'n reizen doet naar zo'n bestemmingen, dan kom je natuurlijk allerlei mensen tegen. En aan een van zo'n personen heb ik vandaag gevraagd om eens kort iets te vertellen over reizen. Als oom Jaap op reis ging, kocht hij 100 aanzichtkaarten. En op de achterkant schreef hij 100 maal, wie niet waagt, die wint niet. Oom Jaap zat echter in Helmond, waar hij zijn vakantie al biljartend doorbracht. Wij Noord-Nederlanders, wij warmen ons aan het vuur, waaruit zij de kastanjes halen. Ik geloof dat te weinig Noord-Nederlanders zich van dit profiteurschap bewust zijn.
In 2008 een reis naar Mongolië, een Trans-Siberische reis en ook een naar Novosibirsk. Novosibirsk, de enige bewoonbare stad eigenlijk op het eclipspad. Nu, we hebben de tijd in Moskou nuttig kunnen doorbrengen, want we hebben de gelegenheid gehad van een bezoek te brengen aan Sterrenstad. En dan kwamen we aan in Siberië. Om 7 uur 's morgens waren we in ons hotel, om 2 uur was het eclips. De Russische jongeren die in het water aan het spelen waren, hadden geen idee van waarom dat wij daar met kijkers naar de hemel stonden te kijken. We hebben een prachtige eclips gezien daar. Dan hebben we nog de stad Novosibirsk bezocht en dan hadden we weer 2 nachtvluchten terug naar huis. Een andere bestemming die we heel vaak gedaan hebben destijds en nu niet meer mogelijk zou zijn, was de Sinaï-woestijn in Egypte. De eerste keer dat we naar IJsland gingen was in 2003. Toen was het voor een zonsverduistering, een ringvormige eclips. Naar Lapland en nu naar Noorwegen en dergelijke voor naar het poollicht te gaan kijken. Maar volgend jaar gaan we het ook doen voor jongeren vanaf 16 jaar. Een astroreis naar Tenerife. Mag ik natuurlijk niet vergeten om jullie vandaag ook al uit te nodigen op onze open deurdagen. En dan ziet u voor de mensen die de eerste keer hier komen ook eens hoe onze sterrenwacht in werking is. We zien elkaar straks terug. Tot bij de barbecue. Dank je. So, we have arrived at Tenerife. Yes. Dus ik ben al van de jaren 70 bezig met synthesizers, met elektronische muziek. De film is een Amerikaanse productie van 2 ingenieurs van de NASA met Mavis en Kevin Burke. Zul je een nummer zien? Met dat nummer kan je op het einde van de quiz checken of dat je al dat niet gewonnen hebt. Moet je antwoord hebben voordat de aftelklok is afgelopen. Een vraag voor ieder jaar van de astroreizen. Ja. Ja. Die is wat plagen, hè. Volgende week zit er aan het vliegtuig. Ik ben zo'n mos met zo'n trimbaan en zo, kunnen we vanzelf schakelen met de metro. Perfect barbecue weer. Ja, voilà. Brand. Wauw. Het is vooral aan de spieren. Wat staat erin? In 2 lagen. Zo, niet laten vallen. Dat niet afschuift, hè? Dat is toch maar heel mooi. Normaal moet jij je handje nu op dat van binnen. Ja, dat dacht ik. Dat jij dat zegt. Dank u. Ja.